Joey Jongman, hebben jullie deze wedstrijd op je sloffen gewonnen? Nee, vind ik niet. Ik denk dat we gewoon eerst kwartier heel goed spelen en 0-2 voorkomen. En daar is ook eigenlijk denk ik alles mee gezegd. Want daarna hebben we niet meer gedaan wat we in dat kwartiertje wel deden. Slordig aan de bal, niet echt de druk vooruit meer. Maar ik denk dat we hem wel gewoon goed over de lijn trekken. Op halve kracht? Nee, want ze hebben genoeg kansen gehad. In de eerste helft wel 3-4 mogelijkheden. Of echt grote kansen. Dus we moesten wel aan de bak. Maar het leek het toch alsof jullie onbewust gas terugnamen. Ja, we hebben in de kleedkamer in de rust hebben we ook tegen elkaar gezegd van... Wat gebeurt er nou na zo'n kwartier? Dat je wat meer achteruit loopt en dat we niet meer aan het voetbal toekomen. Ja, toen hebben we ook eerlijk gezegd dat we wat nonchalant werden. En daardoor geef je natuurlijk ook de tegenstander de kans om in de wedstrijd te komen. En, ja, dat hebben we verkeerd gedaan vandaag. Maar je hebt vast nooit het gevoel gehad, dit kan nog wel eens fout lopen? Nee, dat gevoel heb ik deze wedstrijd niet gehad, nee. Maar als je één keer goed valt, dan kan het in één keer omgedraaid zijn natuurlijk. Dus. Maar Mark heeft ons een paar keer goed er doorheen getrokken. En we hebben met z'n allen hoog gestreden. En dat 2-0 gewonnen, dat is het belangrijkste. En jullie zijn met iets heel moois bezig? Ja, 8 keer op rij ongeslagen nu geloof ik. En derde ook volgens mij, want de GV heeft gelijk gespeeld. Ja, we staan er goed voor. Heb je dat van tevoren kunnen denken? Nee, maar ja, staan we 4 of 5, dan is het al knap. Want dat is gewoon een zware competitie. Je kan ook, zelfs stel dat we die reeks niet hadden, dan had je ook gewoon 10e kennen staan als je 2 keer verliest. Zeg maar. En we doen het nou wel heel goed en deze lijn moeten we echt doortrekken. Er is één club hard op weg naar het kampioenschap, die ken jij heel goed. Wat rest er voor jullie nog, is dat die periodetitel nog proberen te pakken? Gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Als dat kan, dan natuurlijk zo'n periodetitel. Ja, je kan er in principe niks mee, je gaat aan de tweede ronde KNVB-beker. Maar voor de rest, als je tweede kan worden, moet je voor de tweede plek gaan. Kan je eerste worden, dan moet je voor de eerste plek. Maar dat wordt natuurlijk heel lastig voor ons. Dus in principe wat jij bedoelt, is, we spelen nergens meer voor. Alleen voor de periode. En, ja, ik denk dat we daar ons op moeten focussen. Jij focust je voorlopig nog op Barendrecht. We weten dat jij naar Katwijk gaat komend seizoen. Daar is de afgelopen weken het nodige gebeurd met het overlijden van Sander Molenaar. Wat voor impact heeft dat op jou gehad? Het is natuurlijk wel slecht nieuws. En ik heb hem ook een week of 2, 3 geleden nog gesproken. Ook echt misschien wel een uur lang. Dat was echt een goed gesprek. En toen hadden we het ook over dat het in die tijd dat hij zich goed voelde en dat het beter ging. En dan ineens krijg je het verschrikkelijke nieuws dat het eigenlijk helemaal verkeerd is. En daar schrik je wel van. Ook al ben je eigenlijk nog niet nauw betrokken bij die club. Maar dat is niet leuk om te horen. Heb je een beetje een beeld hoe dat binnen is gekomen bij jouw toekomstige ploeggenoten? Ja, vind ik lastig. Ik bedoel, ik loop daar niet dagelijks natuurlijk. En ja, als je ziet wat er allemaal wordt gedaan en wordt geregeld. En hoeveel mensen erop afkomen naar zo'n overlijden, zeg maar. En dan is het toch prachtig om te zien. Maar zeg ook genoeg over hem. En dan weet je gewoon wat voor type man hij was.